Toch om die ene agenda te geven. Want ik vind het gewoon raar dat je voor de dag van de stemming naar mij toe komt. En zegt van ja, maar joh, luister, we gingen eerst heel goed. En nu is het opeens wat minder. Hoe komt dat? Weet je wel? Dus ze zegt van, dan leg ik op nep. En toen zei hij, ja, want je moet wel beseffen, ik vind je een hele toffe griet. En ik heb dit, wel dit voor je gedaan en dat voor je gedaan. Ja, maar dat is jou gewoon omlullen, Lex. Ja, hè? Ja, we gaan even bij de vijf zitten. Zou je vertellen? Hij heeft nog helemaal niet gepraat tegen mij qua stemmingen of wat dan ook. Want volgens mij verwacht hij mijn stemmen niet. Nee, volgens mij verwacht hij die ook niet. Hè? Jij? Ja. Niet? Ben je niet? Maar jij ging twee, toch? Ja. Oh, echt? Hij, volgens mij gaat hij die niet... Nee, in de zin van, hij ziet ze niet aankomen, want... Eentjes! Hoe ik dat allemaal hoor... Hallo, eentjes! Hij is niet naar mij toegekomen en heeft een keer aan mij gevraagd... Hey, ga je op mij stemmen? Mm-hmm. Echt nul keer, ja. Eigenlijk. Dus ik zit er bij mezelf eens van... wanneer ga je het vragen? Nou, ik denk dat hij het niet gaat vragen. Nou, maar om het zo te zeggen... Ik denk gewoon eerlijk gezegd niet dat hij mijn stemmen aan ziet komen. En als hij dat wel ziet aankomen, nou goed voor hem, maar... Maar is het heel erg als ik haar gewoon 2 geef? Nee, dat mag je doen. Want als je 2 geeft, betekent het toch niet dat je die persoon naar huis wil hebben? Nee, maar al, kijk, Maris, hetzelfde. Nee, 3 is dat je diegene naar huis wil. Ja, ik vind het gewoon zonde. Gewoon zonde van, weet je... Ik zat er vandaag nog over na te denken, ja, verdorie, je bent 20. Weet je, je wilt zangles, je wilt model worden, je wilt fysici zijn, kledinglijn. En tot nu toe zie je gewoon niks. Maar weet je wat dan ook nog zo is? Ondertussen weet ze ook van alles. Ja. Ja, want ik maakte haar wakker. Ze was post aan het schrijven. Ik zei zo, ja, er is een man van fysici. Het is misschien niet leuk om even te kijken. Oh ja, ja, dat is wel een goeie. Maar ik ben eigenlijk post aan het schrijven. Ik zeg, oké. Weet je wel, maar ze ging wel opstaan en ging daar naartoe. Hoe laat naartoe? Ik zei, hey, hoe was het? Weet je wel, heb je nog dingen gevraagd? Nee, ja, ik weet eigenlijk allemaal wat hij doet. Dit is zo, maar het was eigenlijk gewoon eventjes gaan kijken. Ik dacht mezelf van, ja, maar als je het dan weet, waarom doe je het dan niet? Nou, het heeft gewoon met haar leeftijd te maken. Ja, daarom moet je af en toe gewoon eventjes een schop om je kont hebben. Ja, maar zij is 1 jaar jonger dan ik ben, hè? Ja. Ja, ze wordt ook bijna 21. Ja. Weet je, het is... We schelen 15 maanden, denk ik. Dus daarom is het zo, weet je, het hoort bij haar leeftijd, maar zeg maar alsjeblieft niet dat ik me ook zo gedraag. Nee, zeker niet. Ja, weet je, nogmaals, je bent hier niet om vrienden te maken. Kijk, als je ze wel krijgt, dan is het mooi meegenomen. Weet je wel, je bent er en je gaat er. Ja, dat vooral. Zo warm. Snap je? En ik weet gewoon dat ik met bepaalde mensen wel hierna gewoon een goede band bij hou. Hi. Hoi. Snap je? Ja. Sowieso. En met bepaalde mensen. En ik loop me af en toe te erger gewoon aan Jens. Jens laat zich te veel meeslepen met de vibe van Adriaan. Hoe hij gewoon af en toe doet. Snap je wel? Nee, volgens mij is hij helemaal niet zo, Jens. Maar weet je wat het is? Adriaan is over 2 weken weg, hè? Dus dan valt een hele blok van... Ja, en ik hoop wel dat Jens gewoon weer lekker... Nee, mijn hele blok valt weg. Ik ben nog steeds benieuwd waar de 3 op gaan. Dat weet ze nog steeds niet. Nou, Merel weet nu waarop ze gaat. Dat vertelde ze me. Dat heb ze me niet verteld. Waar Frenny nu op gaat, weet ik ook niet. Frenny gaat Triple Risk aan. Oh, dat zei ze toch daar bij de ding? Ja, maar volgens mij was het nu ook al aan. Ik weet het niet. Nee, dus hij gaat Triple Risk aan. Ga jij op een risk? Nee. Echt niet? Nee. Oké. Ja, ik ook niet. Ik heb het, ik ga op Gerrit weet zelf ook. Ja, Milene weet ook dat ze 1 stem van mij krijgt. Ja, maar ik hoef niet alles te benoemen. Ik hoef niet iedereen af van, oké, ik ga jou nu een stem geven. Ik vind niet dat hoeft. Nee, maar ze vroegen Jens, Milene en vrienden zat op de bank. En toen vroeg Jens van, jullie, op wie ga jij eigenlijk? Ik nam ze even mee in mijn hele gebeurtenis, het stappenplan. Toen zei ik zo van, en nu zit ik op 2 Gerrit en 1 Milene. En toen ik denk dat Frenny iets anders gaat doen om Gerrit van de bank misschien af te houden. Maar ze zei, nee. Ik zei wel één ding, ze zei wel gisteren heel lief dat ze niet op jou ging stemmen. Dat zei ze. Dat kan je ook wel echt aannemen hoor, Shelly. Shelly verwacht echt niet dat jij... Nee, maar ik weet ook dat ik geen stemmen kreeg, waarschijnlijk. Nee, ik zou niet weten waarom. Ik weet alleen niet wat Jesse of Gerrit of... Merel, maar die gaan niet op mij. Wat is er dan? Ah, ja. Nee, dat gaat niet om mij. Dat weet ik zeker.
Maar, hoe noem je dat? Jesse zei, ja, Brandon staat eventueel op mijn lijst. Wie zijn Jesse, hè? Ja. Maar weet je nog meer wie er op dat lijstje stond? Kijk, mijn familie heeft gezegd Brandon of Adriaan. Ja, dus jij hebt alleen gevraagd... Jesse zei tegen mij van, ik ga niet op Adriaan, want Adriaan gaat uit dat zichzelf wel. Ja. Dus die valt waarschijnlijk af. Brandon, ja, is een kanshebber. En nu gaan ze ook een soort van tactisch stemmen. Want wie gaat er... zeker naar huis als diegene naast Gerrit zit. Oeh, oh kut. Ja, kijk, heel eerlijk. En ik denk zelfs dat Mariska gewoon naar huis gaat. Ik hoop het oprecht gewoon niet. Ja, ik denk het wel, want zo werkt het hier blijkbaar. Maar ik ga je wel even één ding vertellen. Als ze slim zijn, gaan ze op Milena. Weet ik niet. Is ook een kanshebber. Ja, die is de kanshebber die op de bank kan komen. Is Alexandra een kanshebber bij hun? Nee, totaal niet. Ikke? Nee. Dat weet je of heeft hij gezegd? Nee, hij heeft gezegd. Jesse heeft gezegd dat hij niet op een Frenny gaat, niet op mij gaat, niet op Merel gaat en niet op Gerrit gaat. Oh, maar mij heeft hij niet benoemd. Nee. Maar mag ook. Hij mag voor mij stemmen op mij. Hij heeft alleen het groepje en mij genoemd. Vond ik ook nog. En Adriaan eigenlijk. Ja, en Adriaan. Hij mag voor mij ook stemmen hoor. Dat vind ik niet, ja, je doet maar. Nee, hij gaat niet op jou stemmen. Niemand gaat op jou stemmen. Niemand gaat op Jordy stemmen. Niemand gaat waarschijnlijk op mij stemmen. Of dat moet op het laatste moment veranderd zijn. Nou ja, weet je wat ze is? Ik vind eigenlijk... Kijk, ik kijk ook naar mensen, naar de mensen die eventueel op mij zouden kunnen stemmen. Zouden kunnen stemmen, ja. Huh? Die zouden kunnen stemmen ja, op jou. Kijk, stel... iemand die hier van alles heeft gedraaid. Dat ze zo stemt op mij versus Gerrit. Ja, in wat voor zekere zin moet ik de tweede persoon serieus nemen? Mm-hmm. Niet? Nee. Maar ik denk wel dat hoe noem je dat? Dat ik nog wel altijd op het lijstje sta bij hun, bij Jesse eigenlijk voornamelijk, van de persoon die eventueel wel kan ontvangen. Ja, maar jij krijgt hem niet. Maar dan hoop ik echt niet dat Brandon ook gaat. Jij moet helemaal niet je droom maken. Ja, voor wie? Nee, maar ik maak me ook geen zorgen. Oh. Ik weet wel dat ik blijf. Ja. Jullie blijven alle twee. Maar het gaat gewoon van, ja, weet je, als, wat je zegt, als er tactisch wordt gespeeld, dat Brandon en een Gerrit en een Mariska erop gaat, ja, dan hoop ik niet Brandon, dan moet Gerrit toch weggaan. Ja, het lijkt mij Jordy. Ik vind het gek. Het lijkt mij derde keer scheepsrecht. Ja. Maar ja, als er elke keer weer iemand naar huis wilt, wat gewoon echt irritant is. Sorry, ik vind het gewoon irritant. Ja. Dan stemmen ze diegene naar huis. Dat is nu al meerdere malen gebeurd. Ja. En ik snap het aan de ene kant ook wel weer, want ja, voor jou duizend anderen. Ja, inderdaad. Maar alsnog. Maar iedereen loopt zich te irriteren aan die vent. Kijk, wat ik al zei, en dat zei ik ook tegen vrienden, weet je wel. Kom dan, je wist ook van een week van tevoren van, ja, ik vind ons dat wij niet meer zoveel met hem ook omgaan. Ik heb helemaal niet, ben helemaal niet met hem omgegaan. Met wie omgegaan? Gerrit, die kwam toch naar me toe. Ja, joh. En dan denk ik van, ja, dan had je het ook een paar dagen of een week van tevoren kunnen vertellen, maar niet een dag van tevoren. Nee. Dus ik heb gezegd. Ik ga niet meer op jou stemmen. Bedankt dat je het hebt benoemd. Maar uiteindelijk, weet je wel, zeg jij ook... Jezus. Zei jij ook van, ja, maar weet je, dan laat ik weer de onderdanige Alex zien. Want dan stem ik weer mee. En daar ben ik niet voor gekomen, snap je? Eentjes! Maar oké, waar staan je stemmen nu op? 2-1. 2 op Milena, 1 op Gerrit. Ja. 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 Je, ze komt er niet op de bank. Misschien krijgt ze alleen maar 2 van mij. Nee. Wie er meer dan? Dan heb ze 3. Nou, dan komt ze er echt niet op. Kan ik nog publiekstem krijgen, bijvoorbeeld? Had ze vorige keer een publiekstem? Ze hebben wel een paar keer publiekstem gekregen. 2 keer. Oh. Of 1 keer of 2 keer, ik weet niet. Misschien krijgen wij wel onze publiekstem. Nee, zou het zijn? Ben je niet wies?
Ben je niet wies? Ja. Ik krijg hem misschien wel weer. Ja, of niet zelf. Waarom? Weet je, het is als mensen gewoon goed naar het programma kijken. Zien ze ook dat je keihard werkt en heel veel dingen doet. Maar zo wordt er niet heel vaak gekeken. Nee, maar dat is jammer. Maar wat doet Shell verkeerd? Niks. Nee, maar Shell heeft hem... Hoe vaak heb je hem gekregen? 3 keer. Van de 6? Ja. Maar het heeft allemaal met Gerrit te maken. Ja. Nou, nu ben je al lang losgekoppeld van Gerrit. Ik hoop in ieder geval wel dat Gerrit er sowieso over één krijgt. Stel, want Jay krijgt er 1 en hij niet. Dan is hij weer allemaal van... ik ben de goeie, weet je wel. Dat zei hij ook. Hoe vaak heb jij een publiekstem gehad? Ik zeg 3 keer. Ik zeg ja, en ik nog 2. Dus ja, wie haat het publiek nou meer? Jou. Weet je, zo kinderachtig. Ja, dat vind ik ook niet tof. Weet je wat zo is? Hij is hier alleen maar om bekend te worden. Ja, klopt. Hij is hier niet om aan een ideale samenleving te werken. Dat zeg je ook goed, ja. Als hij hier was om een ideale samenleving te bouwen en niet om zichzelf hier alleen maar te praten. Maar ik moet wel... Dan had hij nooit... Dan zou hij dat niet zeggen. Zou hij nooit tegen Brandon zeggen in die ene ruzie... Ik sta hoger dan jij staat. Ik heb meer volgers op Insta dan dat jij hebt. Dat zou je niet zeggen. Ja, maar hij is wel vanaf begin af aan... is hij wel daar heel eerlijk over geweest... dat hij gewoon de showman hier wil zijn en bekend wil zijn. Ja, nou... Hij is daar wel open en eerlijk over geweest. En sommige mensen die willen dat ook, maar die zijn schijnheilig en die doen het met een omweg. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ja, wat kan je dan beter doen? Eerlijk kan zijn. Je beter eerlijk zijn? Ja, dat is ook zo. Dat is wel waar. Maar ja, weet je wat ze is? Als dat je voornamelijkste reden is om aan... Kijk, doe dan aan een ander televisieprogramma mee. Doe dan aan... Ex on the Beach, Love Island, wat dan ook. Temptation. Yeah. Weet je hoe vaak ik dat zeg? Yeah. Hij zegt volgens mij aan het verkeerde programma. Of Take Me Out, weet je wel. Doe daar dan lekker aan. Ik ben voor gevraagd, hè? Ja? Ja, zeker 4 feest. Nee, ik was op een feestje. Oh, zo. Maar ga alsjeblieft, weet je, bespaar je de moeite en ga niet hier aan meedoen. Ja. Take Me Out. Oh god. Wat was het ook alweer, Take Me Out? Dan kwam je uit zo'n lift. Vrouwen en een man. Oh, dat hij. Oh god, nee joh. Ja, ik zei ook van nee, sorry, ik heb een vriend. Ja, dat begrijp ik. Niet. Dat begrijp ik. En vind ik ook best wel verschut als je daaraan meedoet. Maar ja, Britt Dekker werd daar toen... Wat doe jij nou weer hier? Die zie je ook overal. Kippie. Ja, voel mijn huid de hele dag. Oké. Maar goed, ja. En dan zit ik weer te denken, of zal ik haar 1 geven? En Gerrit, oh man, ik word gek van mijn hoofd. Nee, maar hetzelfde dat ik zat van, ik hou... Ik dacht dat jij sowieso 2 Ger 1 Milan deed, joh. Wie, ik hem? Ja. Maar ik denk dus dat van de huidige stemming dat Gerrit 18 stemmen krijgt. Milan krijgt er 3, Merel heeft er 3, Mariska heeft er 9. En vanuit daar heb je nog Jesse, Merel en Gerrit die moeten stemmen. Die gewoon niet gaan zeggen op wie ze gaan. Wanneer moeten wij onze stem bekendmaken? Die gaan... Morgen. Ik denk dat André ook kans maakt. Ja, ook wel een goede trouwens hoor. Maar die gaat niet naar huis. Maar dan heb je een bank van Andrea, Gerrit en... Mariska. Ik wil mij heel graag gewoon naar het Songfestival. En ik denk echt dat het... Wie, hoe gaat de bank worden, zeg je dan? Andrea, Mariska en Gerrit. Kijk, het ligt gewoon aan hun 3 wat hun gaan doen. Andrea of Milena. We kunnen zo'n grote bank maken, jongens. Iedereen gaat nu op Gerrit. Maar Gerrit komt er sowieso op. Ja, geef jij maar tips, dan kan ik misschien nog switchen. Ja, maar je gaat niet op die mensen. Nou... Je gaat niet, dat ga je niet doen. Welke dan? Nou, de mensen die nu kans maken op de bank is een Merel en een Milena. Oh. Dan kan jij degene waarschijnlijk... Je kan iemand redden van de bank af als je tactisch zou spelen. En hoe moet ik dat doen dan? Wat zeggen, als jij... Dan zouden er... Even kijken, 1 gaat wel op Merel. Dan zouden er nog 3 op Merel moeten gaan. Nee, ga ik niet doen. Ik heb niks voor de rest persoonlijks met haar. Nee. En dan, zeg maar, dan ga je stemmen wel afzwakken van Gerrit en zo, weet je wel. En mensen maar heeft hij nog steeds de hoogste stemmen? Huh? Heeft hij nog steeds de hoogste? Ja, dat is wel zeker waar. Maar Het kan op allemaal manieren.
Maar kijk, weet je wat het wel is? Een visumhouder of de twee die hier binnenkomen, die moeten toch ook wel eens weten van, luister, het is nu al de zoveelste keer dat die zo'n man zoveel stemmen krijgt. Het is toch wel een keertje genoeg geweest, lijkt mij. Het is de derde keer dat hij op de bank komt en hij heeft sowieso meer dan 60 plus stemmen gekregen, volgens mij. Ja. In zijn topic carrière. Wel meer dan dat, hè? Ja, ik heb er ook twee keer op gezeten. Maar jij hebt niet nooit meer dan 60 stemmen gekregen? Nee, die van Milène en Jens vond ik echt een nijstreek. Dat vond ik echt, echt heel naar. Dat was echt oneerlijk. Maar ja, daarna zaten ze allebei op de bank. Dus als wij de chips en drie. Ja, als jij en ik... Nee, ik geef er één. Kijk, en zij weten van me. Gerrit weet nog helemaal niet dat ik op hem ga. Want Gerrit heeft helemaal niet aan mij gevraagd. Hey. Maar Milène weet ook niet dat ik op haar ga, hè? Nee, maar Gerrit heeft ook helemaal nooit aan mij gevraagd van... Hey, op wie zou je gaan? En dat is... Als ik heel eerlijk ben, ik vind het bij een visumhouder altijd toch best wel interessant. Bij een nieuwe persoon van... Op wie zou jij eventueel stemmen? Vooral wanneer die maand binnen is. Nou ja, ik kan jullie denk ik nu al teleurstellen. De visumhouder gaat Mariska wegsturen. Ik hoop het niet. Ja, ik hoop het oprecht niet. Ik heb het liever niet, maar ik denk dat het wel gaat gebeuren. Nou ja, we hebben allemaal nog een taak om met ze te praten. En dat zal ik ze ook benoemen. Ik ga zeker met ze praten.